Oké, even een kleine disclaimer. Dit is een hele lange vlog. En ik heb... Dit is nu dat ik dit zondag film. En ik heb gewoon gemerkt dat ik... heel langdradig vlog en zo. En dat gaat in de volgende week vlog anders zijn. Maar vandaar dat deze week vlog heel erg lang is. Oké. Goedemorgen allemaal. Welkom bij mijn nieuwe video. Indy en ik hebben het idee dat we... vanaf nu, zoals jullie zien, elke woensdag om 7 uur een weekvlog van die week daarvoor online zetten. En de ene week vlog ik, en de andere week vlogt Indy. En als we, stel Indy vlogt en ik heb nog iets kleins wat leuk is, dan doen we dat er ook gewoon in. Maar deze week zien jullie dus mijn weekvlog. Hopelijk vinden jullie dit een leuk idee. Zet een blauw duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Ik ben dus net wakker. Het is nu 7:45, maar ik ben eigenlijk al een uurtje wakker, maar ik ben net uit bed, zeg maar. En ik moet om 9:30 op school zijn. Maar ik vind het gewoon chill om in de ochtend een beetje relaxed te doen, vooral op maandag. Ik heb net even mijn haar geborsteld, maar ik weet niet zo goed wat ik met mijn haar wil gaan doen. Ik kijk nog wel even. Oké, ik heb net mijn haar gedaan en ik heb dit voor het eerst gedaan. Ik vind het eigenlijk best wel heel erg leuk. Het zijn twee... opvlechten, zeg maar. En dan halverwege gestopt en dan gewoon de rest los haar. En ik vind het eigenlijk best wel leuk staan. Ik heb net ook even mijn make-up gedaan en mijn kleding aangedaan. Ik heb deze broek aan van H&M volgens mij. Volgens mij is dit truitje ook van H&M. Maar ik ben dus 1 oktober aan mijn teen geopereerd en daarom moet ik er een pleister omheen doen. Dus ik moet beneden eerst even een pleister halen. Maar ik ga in ieder geval die schoenen aandoen. Maar vandaar dat ik nu nog niet mijn schoenen aan heb. En ik ga nu even mijn schooltas inpakken. En dan ga ik even ontbijten. Ik zit nu beneden en ik heb even 2 broodjes met pindakaas. Ik wilde eigenlijk avocado nemen. Maar die avocado's zijn nog niet goed. En ik heb gewoon een kopje thee, heb ik altijd. En ik ga voor het eerst ga ik weer thee mee naar school nemen. En ik vind het eigenlijk altijd heel lekker. Maar nu het zomer was, heb ik dat natuurlijk niet gedaan. Maar ik ga het nu weer meenemen. En ik heb zo meteen de 3e uur heb ik een godsdiensttoets. Dus dit moet ik allemaal nog even doornemen. Maar ik ken het denk ik wel en het is vooral meer keuze, dus dat komt wel goed. Ik heb nu mijn jas aan en ik ga nu naar school toe. Wat ik trouwens al vergeten was te zeggen is dat vanmiddag komen mijn opa en oma even langs. En dan komen ze hun hond brengen, want zij gaan morgen even een paar dagjes weg. En dan krijgen wij dus een hond te logeren, superleuk. Ze heet Doortje en het is een bokser, maar dat zien jullie vanmiddag nog wel. Oké, het is nu 3:50 of zo. En ik was 3:50 uit. Ja, dat zijn de kippen. Maar ik ga even Senorita spelen, want dat vind ik grappig om even te laten horen. Want dat kan ik nu... We hebben een elektrisch piano en ik kan iets van 1 minuut of zo. Even mijn tas uitpakken en alvast wat dingetjes klaarleggen om zo meteen te leren. En dan ga ik denk ik gewoon beginnen en dan als opa en oma er zijn, dan ga ik naar beneden. En ja, dan laat ik ook even Doortje zien en zo. Ik moet nu in ieder geval... Ik hoef geen huiswerk te maken, want dat heb ik niet. Maar ik moet wel scheikunde leren en heel misschien ga ik even kijken of ik iets kan oefenen met een Duits luistertoets. Want daar heb ik nog wel moeite mee. En voor mijn leestoets had ik ook niet een al te best cijfer, dus... Ik wil dit cijfer wel een beetje opkraken. Maar die heb ik dus woensdag. En ik krijg morgen pas de stof voor mijn toets van vrijdag. Dus daar kan ik nu ook nog niks aan doen. Ik heb even een joggingbroek aangetrokken. Maar ik hoor dat open allemaal zijn. Dus ik ga nu even naar beneden toe. Naar Doortje toe. Je hebt geen band mee. Dat geloof ik niet. Maar... Oh ja, dat heb ik een keer gedaan. Op zijn doos. Alsof ze in de
Eigenlijk leuk in een doos of zo te zitten. Prima, ook nog een heel kleine doos, zeggen jullie. Ja. Okay, het is nu al wat later en ik loop nu even naar de Plus toe, want die is heel dicht bij ons huis. Dus. En ik moet even brood, appels, komkommer en voor vanavond chocolademousse en slagroom halen. Dus dat doe ik even. En dan heb ik ook meteen een soort van leerpauze. Want ik heb net al vooral scheikunde doorgelezen en dan ga ik het zo meteen echt samenvatten. Hi. Zeg maar even filmen. Oh ja. De maïsparade. Wauw. Ziet er wel lekker uit. Het is al bijna 9 uur en we hebben net dus even gegourmet zoals jullie net konden zien. Dit is Doortje. Doortje! Kom eens! Ja, kom eens. Wacht, kom. Kom. Kom eens, ja! En ik ga ook om... Oké, het is inmiddels bijna 9 uur. Ik ga nu even snel douchen. En waarschijnlijk daarna even mee met Doortje uitlaten. En ik heb net nog bijna heel paragraaf 2 samengevat van scheikunde. Dus op zich gaat het wel goed. En ik heb net ook even chocolademousse gegeten. Slagroom. En ik heb net even gedoucht. En ik heb net ook even zo'n neusstrip opgedaan. En op zich werken ze wel goed. Ze zijn van de Action. Ze zijn echt maar 1 euro of zo. En dan heb je er 5. Maar ik ga nu nog even snel een klein beetje aan scheikunde doen. En dan ga ik op een gegeven moment ook gewoon slapen. Want het is ook al 9:30. En als ik nog te lang doorga aan school, dan heb ik geen concentratie meer. Oké, het is inmiddels 8 uur en ik heb net rond een uurtje of 7 ben ik even meegegaan met Doortje uitlaten. Want dat vind ik wel lekker, want ik ben nu echt een stuk wakkerder, merk ik. Ik heb net even ontbeten. Ik ga nu gewoon even me klaarmaken voor school. Ik hoef pas rond een uurtje of 10 of 10:30 of zo op school te zijn. Maar ik vind het eigenlijk wel chill dat ik nu zo vroeg wakker ben, want dan kan ik zo meteen gewoon nog wat voor scheikunde gaan doen. Ik heb vanmiddag trouwens ook een stagegesprek. Ik ga op een basisschool stage lopen, maar moet dan een soort van contract invullen. En dat moet ondertekend worden en zo, dus dat moet ik daar even laten doen. Oké, ik heb een staart in mijn haar gedaan en ik heb deze scrunchie van de Primark trouwens. Deze trui is van, volgens mij Big L, maar het merk zelf is LTB. Of zo. Ik weet niet zeker. Ik denk ook niet meer dat hij in de collectie is trouwens. Want ik heb hem best wel lang al. En dan deze broek van de H&M. En ik doe mijn Nike Air Force en dan de roze aan. Ik heb mijn tas al ingepakt. Dus ik ga nu gewoon beneden zitten. En dan ga ik nog even leren. En op een gegeven moment rond 9:15 of zo ga ik naar school toe. Oké, het is nu 4:30. En ik was met een kwartiertje klaar. Super chill. En ik loop nu dus terug naar huis. Mijn tekentoets is verplaatst naar over een maand. Dus daar hoef ik niet meer voor te leren. Dus ik hoef nu alleen maar voor scheikunde te leren en natuurkundehuiswerk te maken. Ik heb gewoon een beetje doorgesproken met wat ik daar moet gaan doen dan. En in welke groep ik stage kan lopen en zo. En ik ga maandag, dinsdag, woensdag in groep 3. En donderdag en vrijdag ga ik in groep 1-2. Dus dat vind ik wel super leuk. Ik ga nu dus, ben ik onderweg naar huis. En dan ga ik zo meteen dus scheikunde leren en huiswerk maken. Maar ik weet nog niet zeker of ik echt huiswerk ga maken. Het is nu al bijna 4 uur. En ik heb weer scheikunde. Dus dat ga ik nu leren. Dan ga ik daarna wel huiswerk maken. Ik heb trouwens nu even een bakje met avocado en tomaat en zout en peper. Dat heb ik eigenlijk nog nooit genomen, maar ik wil het gewoon proberen. Dus. Het is nu 6 uur en ik ben bijna helemaal klaar met samenvatten van
scheikunde, maar tussendoor maak ik ook opdrachten. Dus ik ben eigenlijk al, denk ik, op 3/4 of zo. Ik heb morgen eerst uur vrij, dus dan kan ik ook nog even leren. Maar ik ga nu even eten en volgens mij gaan we shawarma eten. Dus dat is wel lekker. Oké, ik heb het dus verkeerd begrepen. Blijkbaar gaan we sperps eten met friet en zo. En dat is ook heel erg lekker. En hier kun je zien hoe hij zijn... Er zijn wel heel veel vragen aan mij stelden, maar... Het is nu 10:00 en ik heb net nog even aan mijn biologieverslag gewerkt en wat dingetjes uitgeprint. En een taartje gegeten. En nog even 2 gekeken. Ik heb eigenlijk geen scheikunde meer gedaan. Dus ik ga morgenochtend gewoon vroeg opstaan. En dan ga ik het nog even doornemen. Oké, goedemorgen. Het is nu 7:15. En om 6:00 stond wekker. En om 6:15 ben ik eruit gegaan. En ik heb nu gegeten. En brood gesmeerd voor op school. Of was. Ik ga me nu even aankleden. En dan denk ik dat ik om 1:00, ik denk 7:30, 7:45 klaar ben. En dan heb ik nog 1 uur of 1.5 uur om te leren voor scheikunde. En ik moet ook nog even de tas inpakken, want ik ga vandaag naar mama toe. En dan moet ik mijn schoolspullen en ook kleding een beetje meenemen. Dus die moet ik nog even inpakken. Oké, het is inmiddels 8:00 en ik heb mijn tas ingepakt voor bij mama. Die staat daar en die tas moet ook mee. En ik heb mijn tas voor school ook bijna ingepakt. Ik heb even dit in mijn haar gedaan. Hier 2. Oh, hier 2 vlechtjes. En dan een knotje. Rest los. Dit shirtje is van de H&M. Deze broek is ook van de H&M. En mijn Nike's. En ik moet ook vandaag gymspullen meenemen. Want ik heb vandaag gym. Ik heb vandaag ook de 12 minuten loop. Dus hopelijk gaat het goed. En het is voor een cijfer. En afgelopen keren dat we gingen oefenen voor de 12 minuten loop, heb ik niet mee kunnen doen vanwege meteen. Dus ja, ik weet niet hoe het gaat. Maar chill is wel dat we nu voor de eerste keer ook muziek in mogen tijdens dat we rennen. Dus dat is wel chill. Oké, het is 4:30. En vandaag had ik scheikundetoets, Duits luistertoets en de Cooper-test. Met de Cooper-test heb ik het begin meegedaan, maar daarna ben ik gestopt omdat mijn teen te veel pijn deed. En ik moet gewoon niet verder gaan als het pijn doet. Voor Duits ook mijn 5,5. Ik ben op zich wel blij mee, want dat was echt heel lastig. En scheikunde ging eigenlijk best wel goed. Dus dat was heel fijn. Maar ik heb nu trouwens een koekje. Het is met chocola en kokos of zo. Maar mijn moeder heeft een collega en die heeft hier een dochter. En zij heeft best wel vaak kleren die te klein zijn. En die krijgt mijn moeder dan van die collega voor mij. Dus dat is super chill. Maar ik heb nu weer een tas. En ik ga gewoon even kijken wat erin zit. Dat is dit. Een broek van de Only. Wacht. Een soort pantalon. Maar dit is het stofje en dat vind ik niet heel leuk. Maar ik ga hem zo meteen gewoon even passen. Colbert, ja, nee, dat is niks voor mij. Is dit. Let's rediscover our memories now and forever. Nou, die vind ik ook niet leuk. Er zit onderaan zo'n band. Nee, die vind ik niet leuk. Ik ga hem passen, maar ik denk niet dat ik hem leuk vind. Maar ik ga hem wel even passen. Oh, het is echt best wel veel. Nice. Ik kan hem passen, maar ik denk niet dat dit iets voor mij is hoor. Nee, dat is niet voor mij, dat zie ik nu al. Dit is een blouseje. Kan ik wel grappig misschien onder een trui doen of zo. Of gewoon als blouse. Dus die ga ik ook even passen. Nou, ik wel grappig. Moet ik wel even goed wit hemdje scoren. Maar deze vind ik niet heel leuk. Gewoon, maar het is wel heel fel gekleurd. Dus ik weet niet of ik dit leuk vind staan bij mij. Misschien wel. Bij een jas. Nee, dit vind ik niet leuk. Ja, nee, dit ga ik niet dragen. Nee, dat ga ik niet dragen. Maar ik ga die andere dingetjes ga ik wel even passen. En ik laat gewoon even kort zien hoe het eruit ziet. Oké, dit is het shirt. Of
vind hem eigenlijk wel leuk staan. Ik vind hem wel schattig. Dit is dat blouseje. Ik vind hem eigenlijk een beetje te wijd en een beetje te ouderlijk. Dus ik denk dat ik hem wel even ga bewaren. En dan, maar als ik hem heel lang niet aan ga doen, dan doe ik hem gewoon weg. Oké, dus het andere truitje. En ik vind de mouw vind ik wel heel schattig. Nee, kijk. Het lijkt heel erg alsof dit zelf zo geknipt is. En dat vind ik niet heel mooi. Ik weet niet zo goed. Ik denk dat ik deze ook nog even in de kast zou gaan kijken of ik hem vaak ga dragen. Oké, dit is de eerste broek. Ik weet niet zo goed dat ik hem vind. Sowieso bij de... Wacht, heel soepel dit. Hier zit hij zeg maar wel gewoon goed. Ik weet niet of ik het stofje leuk vind. Ik denk wel dat ik hem even ga bewaren om te kijken. Dus ook weer of ik hem vaak aangetrek of niet. Ja, en dit is de andere broek. Deze is dus gestreept en ik vind deze echt veel leuker. Ik ga nu huiswerk maken. En even deze klerenzooi opruimen. Oké, die was blauw. Oké, het is 6 uur en ik heb bijna Nederlands af. Dan moet ik nog 1 opdracht van wiskunde maken. En tekenen ga ik denk ik niet maken. Maar dan ga ik nog wel even aan mijn maatschappijleerverslag. Want Indy heeft nu een lichte hersenschudding. Maar daardoor kan ze niet langer dan een half uurtje per dag ongeveer op de telefoon. En eigenlijk mag ze ook niet op de computer. Dus zij kan er niet aan werken. Dus ik moet nu... Ga ik gewoon proberen zoveel mogelijk te doen. En ik ga het proberen af te krijgen in mijn eentje. Maar als dat niet lukt, gaan we vragen om verlenging. Maar ik ga nu eten. Dit is Nala. Oké, ik heb net huiswerk gemaakt. Het is 9 uur. En ik wil eigenlijk tekenen gaan samenvatten voor de toetsweek alvast. Ben ik niet aan toegekomen. Ik ben nu even YouTube aan het kijken. Maar ik ga nu naar beneden. En dan ga ik gewoon nog even thee drinken en tv kijken en zo. Ga ik op een gegeven moment slapen. En dan heb ik wel weer genoeg gedaan voor vandaag, denk ik. Dan ben ik best wel moe, omdat ik dus van 9:30 tot 4:30 op school heb gezeten. Misschien is dat helemaal niet zo lang, maar ik ben best wel moe, dus ja. Oké, het is nu 7:30 en ben denk ik een uurtje wakker of zo. En ik ga nu even eten. En ik heb me al aangekleed, mijn haar gedaan, mijn make-up gedaan en zo. En mijn tas is ook al ingepakt, dus zometeen kan ik gewoon nog even lekker chillen. En dan moet ik om 8:30 op school zijn. Oké, het is nu bijna 8:00. 7:55, maar het is echt... Het is nog steeds zo donker. Echt niet normaal, maar ik doe heel veel klikken. Ik heb dus dit shirtje aan, die ik dus gisteren heb gekregen. En volgens mij is die van Pieces. Weet niet zeker. Broek van H&M en mijn Nike Air Max. En ik heb nu mijn tas ingepakt en ik ga nu even tanden poetsen en dan ga ik naar school toe. Oké, het is nu 12:00 en ik ben nu snel even thuis, want... Eigenlijk heb ik nu maatschappijleer. Maar die docent zit in Ghana. Met een schoolexcursie. Dus wij kunnen naar een computerlokaal om aan ons verslag te werken. Maar dat hoeft dus niet. Dus wij gaan nu gewoon in de kantine gaan we daaraan werken. Maar mijn iPad is bijna leeg, dus ik moest even oplader halen. Oké, het is nu volgens mij bijna 5:00. Ja, het is bijna 5:00 en ik ben net uit van school. En ik heb voor mijn Engels toets niet zo'n goed cijfer. Een 4,3. Dus daar ben ik niet heel blij mee. Maar gemiddeld sta ik nog steeds een 6. Dus dat is prima. Ik heb nu even wat komkommer en pinda's. En ik heb vandaag best wel gezond gegeten. Ik heb 2 appels, 2 mandarijnen, komkommer, pinda's, wortel, 2 broodjes en 3 crackertjes. Dus eigenlijk nog niks ongezond. Dus daar ben ik best wel blij mee. Oké, ik moet nu even wiskundehuiswerk gaan maken en aan mijn maatschappijleerverslag. Oké, we hebben het ijs gehaald.
En het is echt de lekkerste ijssalon bij ons in het dorp. Het is echt heel lekker. En normaal heb ik altijd after eat en Bueno. Maar nu hadden ze geen Bueno meer. Dus ik heb after eat en Oreo. Oké, ik heb al even geleden gedoucht. En ik ben nog even aan maatschappijleerverslag aan het werken. En het gaat eigenlijk best goed. Dus ik denk dat ik het wel ga redden. Dus dat is wel echt heel erg fijn. Ik ben nog niet meer toegekomen aan het leren, maar dat ga ik morgen wel doen, denk ik. Het is bijna 8:30 en mijn haar ziet er niet uit, maar ik ben wel vast aangekleed. En ik ben nu even ontbijten. Ik heb een broodje, een cracker met leverworst en een rijstwafel met pindakaas. Maar ik neem nooit een rijstwafel. Dus ik ga gewoon kijken of ik het lekker vind. En ik ga nu nog even, ik denk aan maatschappijleer, ga ik die bron op een bepaalde manier erin zetten. En ik moet over een uurtje op school zijn, dus ik ga met 3 kwartier ongeveer weg. Het is 9:50 en ik ben nu nog heel even aan het snappen met Helen. En zometeen ga ik mijn haar doen en mijn make-up doen. En ik wou heel even kijken, want ik heb een soort andere canvas tas. En ik wil even kijken of daar mijn spullen in passen. En ik wil misschien een soort ander schriftensysteem gaan doen. Zodat ik niet meer zo'n, nou niet dat die heel erg zwaar is, maar een grote tas mee hoef. Want ik vind het gewoon chiller om een kleiner tasje mee te nemen. Dus ik ga kijken of dat past. En misschien moet ik dan nu nog even in de pauze naar mijn kluisje. Maar ik wil dus een ander schriftensysteem gaan doen. Dat ik gewoon een aantal blaadjes in een mapje meeneem. En dat dat dan mijn schrift is. En dat ik dat kan bijvullen wanneer dat nodig is. Dat ik niet het hele schrift mee hoef te nemen. Want ik bedoel, voor Engels heb ik denk ik 1 blaadje nodig per les. Soms niet eens een blaadje. Dus dat is dan zonde om dat hele schrift mee te nemen. Dus vandaar. Maar Helen heeft het teruggestuurd, dus ik moet even antwoorden. Het is 9:50 en ik heb dit shirt aan van de Sting broek van de Only. Dat is dus die gestreepte broek. Mijn Nike's vest van de H&M. En dan heb ik dus nu deze tas. En hij ziet er nu heel dik uit, maar ik moet dus nog dat andere schriftensysteem gaan doen. Het is 4:00 en ik heb nu even wat tortilla chipjes. En ik had net crackertjes met kaas en pesto. Ik ga nu verder aan maatschappij leren en dan ga ik leren. En zometeen komt papa nog even wat dingetjes brengen die ik eigenlijk zou ophalen. En morgen komt mijn nichtje langs en heel misschien komt Helen dan ook even langs. Om bij Nala te kijken. En wat zo gezellig is met mij natuurlijk. Oké, het is nu bijna 6:30 en mijn zusje is klaar met turnus. Die komen nu naar huis en dan gaan we eten denk ik. We gaan een kipburger eten met frietjes. Dat is wel lekker. En ik ben nu even Masha aan het kijken en op de computer even maatschappijleer overzetten naar een Word document zodat ik het kan inleveren. En dan ben ik gewoon klaar. En dan ga ik vanavond gewoon lekker tv kijken en misschien nog een beetje leren. Maar ik weet niet of ik daar aan toe kom. Oké, maatschappijleer is eindelijk af. Dus ik ben super blij. En ik ga nu even deze rotzooi opruimen. En hierachter. Dus ik ga gewoon even mijn kamer opruimen. En dan ook kijk daar mijn bureau. Het is echt een teringzooi. Dus dat ga ik nu opruimen. En dan wil ik morgen een leerdagje doen, want mijn nichtje komt toch zondag pas. Maar Helen komt misschien wel in de avond dus. En dan gaat ze misschien ook blijven slapen. Ik hoop dat ze kan. Maar ik ga nu dus even deze tering opruimen, want dat is echt nodig. En ik zet dan altijd even muziek op. Oké, mijn kamer is grotendeels opgeruimd. Kijk, ik heb mijn bed opnieuw opgemaakt. En dat tafeltje is soort van opgeruimd. En mijn bureau is opgeruimd. En ik heb dus mijn oude iPod gevonden. Ik had vroeger zo'n iPod. Er zit hier een camera en ik had toen stickers erop geplakt. Maar hij is dus leeg, maar ik wil hem gaan opladen en wil ik even gaan kijken wat erop staat. Want ik had er muziek op staan, maar volgens mij ook filmpjes. Dus dat is wel grappig. En ik heb ook de spullen voor mijn nieuwe schriftensysteem, zeg maar. Dus dat ga ik morgen denk ik doen. En ik heb even een nieuwe show met telefoon gedaan. En ik ga nu pitten. Okay, ik heb nu ontbijtkoek met boter. En in de smoothie zit bevroren aardbei, bevroren mango stukjes en banaan en water. En ik hou niet van yoghurt, dus dat heb ik er niet in gedaan. En nu ga ik de Sims spelen.
best wel lang geleden al gedoucht. En ik moet nu even de Mio doen. Dus voor mijn diabetes. Heb ik ook wel een keer eerder gedaan in een andere video dat ik dat liet zien volgens mij. Weet ik niet zeker. Ja, volgens mij wel. En ik heb net AirPods fake AirPods besteld. Maar dat heet Easy Buds. En dat is 60 euro of 30 euro. Verschilt. Er zit wel een klein verschilletje in. Maar die lijken gewoon echt op echte AirPods. Werken hetzelfde. Ze gaan alleen iets minder lang mee. Dus die heb ik besteld. En ik weet niet wanneer ze binnenkomen. Maar ja, ik ga nu dus even de Mio doen. Oké, ik weet niet of je het hebt kunnen zien, maar dat waren de oude knotwassen van mijn moeder. Die moesten we echt naar beneden gooien. Oké, ik heb net dus die Easy Buds besteld, zeg maar. En ik krijg net een mailtje dat ze over 7 tot 14 dagen geleverd worden. Dus het is maar goed dat ik ze nu heb besteld, want eigenlijk wilde ik ze pas begin november bestellen. Maar als ik ze nu bestel, waarschijnlijk net voor mijn toetsweek aan. En dat vind ik eigenlijk wel chill, want dan kan ik ze in de toets, ja. Dan zit ik niet in de toetsweek gespannen te wachten tot ze binnenkomen, zeg maar. Dus dan heb ik ze al, dus dat vind ik wel chill. Ik heb trouwens even wat water en ik heb er citroen in gedaan. En ik gebruik een beetje omdat ik dan niet helemaal je tanden aan kan tasten, dus. Daarom. Oké, ik ben nu even een lijstje aan het maken. Want Inni en ik willen jullie bepalen onze dag op gaan nemen. Dus ik ben wat dingen aan het opschrijven die we daarvoor kunnen gebruiken. En dan gaan we gewoon kijken of we dat gaan gebruiken of dat we dat niet gaan doen. Dus misschien komt er zo'n video aan, misschien niet. Wauw. Oké, de polls staan in onze story. En er hebben al echt iets van 4 mensen gestemd. Best wel snel is eigenlijk, want het staan er echt pas 4 minuten in of zo. Kijk, Nala. Nala! Super schattig. Maar ik moet nu wel echt even gaan leren, want ik heb nog niks aan gaan leren gedaan. Ik heb even wat boeken opgehaald om te leren. Bij papa trouwens. En ik ga nu even wat pinda's pakken, denk ik. En beginnen met leren. Het is 5:30 en ik heb net de eerste paragraaf van Nederlands samengevat. En het zijn in totaal bijna 7 paragrafen, dus dat gaat top. Maar de eerste was wel de langste. En de tweede is de langste. Maakt niet uit. Ik ga nu de tweede samenvatten. Het is 9:30. En ik ben best wel lang eigenlijk al wakker. Nala heeft vannacht de hele nacht bij mij geslapen. Super schattig. Vandaag komt Joy langs. Helen is gisteren niet meer langsgekomen. En ik moet vandaag even leren. En rond 2:30 ga ik naar papa. En om 2:15 gaan we ongeveer Indie ophalen. Dus dat is super leuk. Ik ga vandaag verder niet meer vloggen. Dus hier sluit ik de vlog af. Dus zeker een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En hopelijk vinden jullie het idee van de weekvlog leuk.